wandeling maken door Rotterdam is sinds vorige week dinsdag een hele trip geworden. Een drugstrip om precies te zijn. Want de gewone straatnaamborden zijn namelijk vervangen door borden met drugsnamen erin. Even afspreken in de Ketenstraat is verleden tijd. Dat doen we vanaf nu gewoon in de Ketastraat. En de gemeente Rotterdam heeft deze borden zelf opgehangen. En ik ben heel benieuwd waarom. Daarom heb ik afgesproken met een wethouder voor het gemeentehuis aan de Kooksingel. Tijd om verhaal te halen. Meneer de wethouder, wat is het idee achter de nieuwe straatnamen? Nou, we willen met de straatnamen eigenlijk aandacht vragen voor het feit dat drugs een enorm probleem is in onze stad. Ja, dat zien we door de liquidaties, het opblazen van portieken, maar ook hele jonge kinderen die worden geronseld om uit te halen in de haven. En met die bordencampagne willen we eigenlijk voor onze grote campagne aandacht vragen. En die zegt eigenlijk, ja, als je drugs gebruikt, is het belangrijk ook de keerzijde van drugs te begrijpen. Het bewustzijn van die gevaarlijke gevolgen, dat heerst nog niet genoeg. Nee, precies. Dat willen we vooral. We denken dat veel jongeren dat niet heel bewust een keuze in maken. En wij zouden het heel fijn vinden als mensen een pilletje of iets anders gebruiken, dat jongeren daar dan veel bewuster van zijn wat de schaduwkanten zijn van het gebruik. Ja, duidelijk. Ik hoorde dat er hier in de buurt zo'n bordje te vinden is. Ja, dat klopt. Een paar dagen geleden hebben we er eentje op de hoek opgehangen, dus laten we er naartoe gaan. Ja. Jullie hebben eerder een campagne gelanceerd met hetzelfde doel. Best wel een heftige, met zinnen als jouw lijntje is zijn liquidatie. Heeft wel voor heel veel media-aandacht gezorgd. Hoe wordt deze campagne ontvangen? Nou, dat moeten we nog meten, want de campagne is net gestart. Maar we meten het eigenlijk altijd, dus we hopen eigenlijk wel hetzelfde succes te hebben als de vorige keer. Hoe meten jullie dat? Ja, kijk, omdat het om een bewustwordingscampagne gaat het natuurlijk ook heel veel over bereiken. Hè? Wie weet je te bereiken? We hebben in lokale, regionale, landelijke pers gestaan. Dus in die zin denk ik dat we echt heel veel mensen hebben bereikt met ons verhaal. En we merkten ook dat de stad erover sprak. En dat is een belangrijk winstpunt. Het is gaan leven. Ja, precies. En we hopen dat met deze nieuwe campagne natuurlijk ook weer een boost te geven. Ja. Nou, Diva, daar had hij moeten hangen, maar hij hangt er niet meer. Nee, waar is hij naartoe? Ik denk dat iemand hem heeft meegenomen voor op zijn studentenkamer. Nee, niet stiekem bij jou in het kantoortje. Nee. Ik heb hem niet meer. Maar als die zo snel gejat zijn, heeft het dan wel nut gehad om die borden door de stad te halen? Jazeker, omdat het dus een aanjaagcampagne was. Het was de bedoeling dat ze er maar een weekje zouden hangen. Ah, okay. Nou, het was iets korter dan een week, kan ik je zeggen. En ik hoop natuurlijk dat de studenten, want we verwachten dat het vooral studenten zijn geweest, dat die samen de QR-code die op die borden stonden staan even scannen en met elkaar ook het gesprek erover voeren. Dus ik denk dat de bordjes op een prima plek zijn terechtgekomen om daar ook weer de discussie te starten. Nou, we gaan het aan ze vragen. Wat vind je van de campagne? Ja, ik vond het wel heel leuk. Het trok gelijk mijn aandacht. Ik heb het gevoel dat mensen heel erg die bordjes cool vinden en zo van, wow, er staat drugs op, dat is lauw. Dat ze het juist eerder leuk gaan vinden en juist meer ophypen, dat mensen het meer gaan doen. Maar dat is niet echt per se de bedoeling en dat zie ik een beetje met die bordjes. Ik denk niet echt dat het heel erg serieus genomen wordt, die campagne. Ook al staat er informatie op over dat het juist niet goed gaat en te veel drugs wordt gebruikt, daar lees je gewoon voorbij. Wat denk je dat het doel was van deze campagne, van de borden? Ja, ik denk om er meer awareness voor te brengen en zo. Maar ik weet niet of dit een goede manier is om het zo te benaderen. Ze willen mensen bewust maken, maar wat voor effect willen ze creëren door mensen bewust te maken? Dat is nu voor mij een beetje onduidelijk in deze campagne. Is het nou meer promotie van toerisme voor drugsgebruik of is het dan meer attentie verdienen? En merken jullie zelf veel van drugscriminaliteit en de risico's van drugsgebruik in Rotterdam? Op zich in mijn straat wordt er best wel heel wat gebruikt en zijn er ook heel veel drugspanden daar zo gewoon weggehaald. Bij mij in de buurt of op straat waar ik loop, ik zie wel mensen veel dealen of gewoon het gebruiken of iets anders, snap je? Ja, dat vind ik best wel een beetje heel erg fucked up eigenlijk, maar dat is wel gewoon de realiteit die er is. Nu merk je soms gewoon op straat ineens dat er lachgastanks bijvoorbeeld liggen of gewoon ja, van die auto's die ineens komen dat je denkt van het ziet er een beetje grimmig uit, wat is er aan de hand?
dames en heren, de aandacht voor drugsmisbruik mag niet ondergesnoven worden door studenten die denken grappig te zijn en straatnaamborden te jatten. En daarom doet Spuiten en Slikken vanuit overeenkomstige visie en hart voor het publieke belang een donatie aan de gemeente van Rotterdam. In vorm van een nieuw straatnaambord. Hey! De Spuitenstraat. Ik ga hem even ophangen. Ja, toch. Bij deze is de Spuitstraat omgedoopt tot de Spuitenstraat. Proost! Hopelijk blijft deze wel hangen.